Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen goed zien op deze satellietfoto dat er een dik pak bewolking over het land trekt. En uit die bewolking valt ook geruime tijd regen. En het regent niet alleen, het waait ook flink. Langs de westkust neemt de Zuidwestenwind toe tot Zuidwestenstorm, windkracht 9. En boven land waait het krachtig tot hardwindkracht 6 of 7. Ook in de kustprovincies zijn windstoten tot 110 km per uur mogelijk. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan rustiger. Dan draait de wind naar westelijke richtingen en neemt af naar krachtig of hard windkracht 6 of 7. En vanavond neemt hij nog verder af naar zo'n matig tot krachtige wind. Verder wordt het dan ook geleidelijk aan droger en komen er wat meer opklaringen. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 9. Morgen op zaterdag wordt het zo'n 6 of 7 graden. Daarbij nog steeds een vrij, vrij stevige wind uit westelijke richtingen. Maar verder zonnige perioden en hooguit in het noorden en westen nog een enkele bui. Op zondag ook zo'n plaatje, met name in het westen, dan nog een enkele bui, maar ook een zonnige perioden overal. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden. Na het weekend wordt het weer wisselvallig en ook opnieuw zacht, met een middagtemperatuur rond de 10 graden op dinsdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl